Girls Night Out! We zijn hier bij Live Customization van Yara Customize Michels! Ik zit hier namelijk in een kleine string. Oh ja, mooi! Beetje vogelnest is ook geen ramp. Goedemorgen, de dag begint goed. Ik heb mezelf buiten gesloten op een balkon. Het slot wat hierachter zit is namelijk naar beneden gezakt en nu ben ik hier. Help! Top. Heel koud ook. Oké, dit ding was dus dichtgevallen. Nou ja, halverwege dan. Ik ben weer binnen. Ik ben heel snel aan het klaarmaken nu voor een afspraak. Oké. Yes. Oh, dat was koud. Ik ga nu snel naar een afspraak in Noord. En dan een heleboel dingen wegwerken. Maandag is altijd zo'n dag dat je heel erg aanstaat, heb ik. Dat ik denk, oh, hier wordt nu de basis gelegd voor de rest van de week. Hier is ook het haar niet gekamd. Als ik dus mijn haar heb gewassen, omdat het nu kort is en heel gezond, dan droogt het heel stijl en glad en perfect op. Dus ik kan het eigenlijk niet meer, zodat het gewoon lekker messy gaat zitten. Maar soms heb je dan wel van die uitschieters. Maar ja, een beetje vogelnest is ook geen ramp. Maar dat is mijn persoonlijke smaak. Nu even in Noord soep te eten en e-mails weg te werken voor mijn volgende afspraak in een heel highlighter. En ik ben een concept aan het doen voor mijn nieuwe Fred schoenencollectie lancering. Love it! Goedemorgen, ik ben op de Linda redactie en het komt steeds meer samen allemaal. Hier is even een kamer die in progress is. Overal zijn van dit soort super mooie stalen deuren. Ik ben helemaal verliefd erop. En het is net begonnen met sneeuwen. We zitten natuurlijk midden in een bosrijke omgeving, dus het ziet er helemaal sprookjesachtig uit. Echt geweldig. Ook wel dat we nog naar huis kunnen. Goedemorgen, is dit scherp? Nee. Lekker dan jongens. Ik ben in het Hoekste met Lena. Lena is mijn agent trouwens, voor degene die het niet weet. En ze is echt topper. Ik zou willen dat Lena alles in mijn leven beheerde. Lena is zo georganiseerd. Ik ben helemaal gelukkig in het leven. En we hadden net een hele leuke afspraak bij een merk waar we waarschijnlijk in het nieuwe jaar mee gaan werken. Of dit is al het nieuwe jaar, maar waar we dit jaar mee gaan werken. En nu is het even wat to-do's door te nemen. Er komen een aantal hele leuke projecten aan. Waaronder iets met tattoos. Hou het goed in de gaten, Instagram en YouTube, want daarover iets voor Valentijnsdag meer. Ik sta hier lekker een Instagram-foto op straat te maken, wat ik altijd een beetje awkward vind. Er staat Valerio lekker precies tegenover mij te wild influencen. Ik doe het niet alsof je het niet ziet. Lekker zeg. Ik ben weer thuis inmiddels. Even foto's aan het maken met deze mooie lipkleur. Wat eigenlijk een beige basis is. En dan heb ik nog een rode en een bruin tint een beetje gemengd. En dit ervan gemaakt. En ik heb de bruine lipsteen ook een beetje op mijn ogen gedaan. Ik vind het heel leuk om vooral met cream products te werken. En dan eigenlijk alles overal voor te kunnen gebruiken. Dus lipproducten ook als blush. Of blushjes ook als oogschaduw. Het zijn natuurlijk vaak tinten die overal op je gezicht mooi staan. Als het een beetje bruin en roze en rood tinten zijn. Verder ben ik echt depri over hoe donker het al wordt. Want het is pas 4:30. Ik ga nu even een salade eten. En even een half uur pauze nemen. Ik zit helemaal in The Good Wife. Wat niet een super goede serie is. Maar wel best wel spannend. Dus dan kan ik daar denk ik een halve aflevering van kijken. En dan ga ik nog even door. En misschien ga ik straks wel sporten. Ik heb de vibe best wel te pakken, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal aan het doen zijn. En hoe jullie eerste maand eigenlijk van het nieuwe jaar is verlopen. Hebben jullie veel pressure van, zeg maar, nieuwe gewoontes en resolutions en dat soort dingen? Of voelt het allemaal wel chill? Bij mij voelt het eigenlijk alsof het jaar de eerste 2,5 week totaal niet op gang kwam. En niemand eigenlijk iets deed. Nu is het opeens super druk. Ik heb gesport! Wat? Samen met Jordi. Het is wel echt zoveel chiller om samen te sporten. Hij motiveert me echt en hij laat me ook zien hoe alle apparaten werken. Dus ik heb wel een goed gevoel over mezelf. Anders was ik nooit gegaan in mijn eentje. En nu ben ik toch lekker meer dan een uur bewogen. Mijn lieveling is de loopband. Want dan ga ik gewoon heel stijl op een helling snel wandelen. Wat niet super intensief is. Dus lang vol te houden. En dan kan ik lekker een serie kijken. Ik moet het leven wel een beetje naar eigen hand zetten. Nu ga ik wat soep voor ons maken.
En gaan we dat lekker eten en dan allebei nog een beetje werken. Ik heb morgen en overmorgen een heel leuk event met Fabienne Chapeau, waarbij allemaal meiden uit het buitenland wel komen. Ze zijn natuurlijk Nederlands, dus daarom is het hier. Maar het is heel grappig, want normaal ga je voor een persreis altijd naar het buitenland. Maar nu slapen we een nacht hier in het Soho House. Met onder andere Nicole en Stephanie en Linda. Dus ik heb heel veel zin in, maar ik moet even vooruit werken, zodat ik een beetje kan genieten. Hallo! Ik ben aangekomen in het Soho House met Nicole. Joehoe! En we gaan hier nooit meer weg. Nee, we gaan hier nooit meer weg. We zijn nu ons eerste tasje aan het uitpakken. En we hebben een vintage camera gekregen. Een analoge camera met rolletjes. Maar hoe leuk is een persreis in je eigen stad? Persreis in je eigen stad, hè? Dit is echt... Ik ga nooit meer niet op persreis in mijn eigen stad. Ja, dat is niet waar. Dit is echt geweldig. Toffe camera ook dit, hè? Oh, hier liggen kleren. Inmiddels is Stephanie Broek ook bij ons. En over broeken gesproken. Deze doe ik aan. Alleen hij is te lang, story of my life. Dus ik ga nu een stuk hiervan afknippen. Net boven het stiksel. Goed, daar ga ik knippen. Ja, is goed. Okay. Film mij niet, ik zit hier namelijk in een kleine string. Okay. Wel met sokken aan, dus het heeft er wel eens sexy uit te zien. Hallootjes, vlog takeover. Oh, je broek in de hoek. Maar het is toch niet kwalitatief. We zijn hier bij live customization van Yara Customize Michels. What? Er wordt live geknipt. Broeken worden... Gaat dit goed? Ja. Broeken worden korter gemaakt. Yara, ja. Vertel eens over je techniek. Ik knip hem met de broek helemaal recht tegenaan. Au, ook al zeggen. Precies boven het stiksel, want dan krijg je een leuk rafelrandje. En dat wil je juist. Dus eigenlijk moet je je broek na het knippen in de was gooien, want dan gaat hij extra rafelen. Ik krijg hem gewoon niet echt in beeld. Klein rafelrandje, broek na het knippen in de was. Ik zie alleen maar succes. Ik hoop. Keep je posted over het resultaat. Aangekomen met een heleboel hele leuke meiden. Dit is mijn look geworden. Zebra kooltruitje en een hele toffe pantalon waar je benen mijlen lang in lijken. En een heel leuk sparkly tasje. Ik moet even dicht, maar ik heb er 3 camera's in zitten. Vlogcamera, een analoge en mijn mobiel. Dus dat is even een ding. Oh, het ziet er echt geweldig uit hier. Niet normaal. Girls night out! Lekker weer met mijn schatjes uit Kopenhagen. We gaan naar het eten in de school. We hebben ons helemaal fabulous aangekleed. Ik heb een glitter 60s maxi jurk aan. Steve, wat heb jij aan? Een prom dress. Ik luister gewoon niet naar opmerkingen over tijd. Helemaal losgaan. Goes to Amsterdam once. Met mijn lievelingetje Linda. Ja, we zijn weer in het land. We zijn een beetje hair twin ook. Ja, qua lengte en alles. We gaan nu alleen deze even uit laten groeien. De bangs. Ja, die willen we niet meer, toch? Ja. Ja, het is oké. Ik vind het wel mooi, zo'n klein bangtje. Dankjewel. We gaan even bij de school. Oh ja. Ik heb een enorme fles. We zijn in dubio of we daarna willen dansen hier. Of in ons Soho House bed willen liggen. Ja, misschien wel. Heb je die koekjes al op? Ja! Maar ik was de hele tijd op Nicole's kamer, dus op mijn kamer hebben we nog alle snacks. Oh, dan kun je vanavond inderdaad even een toetje. We doen nu een heel leuk spel in het spel. Namelijk, we hadden het helemaal over dat je videotheken 8 jaar geleden nog had. En dat we gewoon niet mobiele telefoons kenden tijdens terug in de 80's. En nu denken we, wat zouden wij willen als technologische ontwikkeling? Ja?
Ja, ik zou heel graag willen dat ik dan online shop en dat ik dus gewoon met één druk op de knop gewoon dat hij mij meet en kan voelen of dat jurkje wel of niet past. Ja. En dat ik het dan binnen 1 uur in huis heb. Oké. En teleporteerd worden. Dus dan hoef je niet meer. Ja, dat niet reizen. Ja, ja, reizen. Heb jij iets jaar? Nou, ook dit lijkt me wel echt wel heel efficiënt als alles wat je digitaal moet kunnen hebben, weten, gewoon in één apparaat zit. Maar dat gaat wel komen, denk ik. Dat zou wel lekker. Wie heb ik? Zo'n ronde. Maar die bestaan al steeds. Die bestaan al, ja, maar ik bedoel... Een kookrobot. Het probleem is, zeg maar, hij kan niet over de hoekjes heen. Hij kan niet in kleine hoekjes. Ik kom met Arma. En dat hij dan ook bepaalde hoekjes stopt. En dat soort dingen. Dat hij echt, zeg maar, een robot, gewoon hele gezellige robot die door huis heen gaat. Vindt ze wel eens updaten. Weet wat je het wel. Dat soort dingen. Morning. Ik heb echt 3,5 uur geslapen. We waren tot een uur of 3 bij Nicole op de kamer aan het kletsen. En toen ik eenmaal naar mijn kamer ging, was ik mijn mobiel vergeten. Moest ik weer terug naar haar verdieping. En daarna was ik gewoon klaar wakker. En toen ben ik echt tot 5 uur wakker geweest. En ik was even achter ging naar wekken. Het ziet er niet goed uit. Ik had je leven mijn outfitje een beetje random bij elkaar gezocht. Een oversized blazer. En geweldige boots. We zijn in het stedelijk. We krijgen een museumtour. Superleuk. Er zijn dit jaar alleen maar vrouwelijke kunstenaars. Omdat het 100 jaar geleden is dat vrouwen kiesrecht kregen in Nederland. En dat vieren ze op die manier. Dus we krijgen nu een zeer uitgebreide tour. Wat echt heel leuk is. Ik ben namelijk dol op kunstgeschiedenis en dingen leren. Dus dat is super interessant. En nu zijn we bij Mondriaan aangekomen. Stukje voor jouw huis, cool? Zo, deze is drie vrienden heet. Oh, dus wat? Met z'n twee. Love it. Dus niet alleen maar kunst van vrouwen, maar wel veel. Deze stukje. Dit vind ik dus prachtig. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben in Utrecht. Omdat ik hier een meet and greet heb in een etersfiliaal waar we een heleboel mensen bij gaan maken met hele mooie L'Oréal lippenstiften, hoop ik. Ik ben in mijn eentje, dus ik hoop dat er iemand is die ik ken. Dat is altijd wel zo gezellig. En zelfs ziet het uit. Ik kom hier eigenlijk echt nooit. Maar het is wel een gezellig sfeervol plekje. Sfeervol gesproken. Heli, ik ga maar even die kant op. Babes, de meet and greet was gezellig en ik ben me nu even aan het klaarmaken voor een date night met Jordi. Ik heb nog steeds dezelfde nude lipkleur op. Mijn haar groeit ook zo snel. En een jurk met een beetje een cleavage. Een mooi zijdeachtig jurkje. Dacht, misschien om even me mooi aan te kleden voor ons etentje. Het is zondag, ik zie er heel groot uit in deze kaas. Ik ben weer met Linda. Hallo. Ik heb een groot shirt en een legging aan. Het is gewoon op zondag, wil je geen normale kleren aan. En Antje is hier. Oh ja, zo mooi. We zijn lekker bij Hotel D. We zijn borrelen en eten en bijtjes. Dat was heel gezellig en fijn om bij te kletsen met deze meiden. En nu ben ik door een uitgestorven Amsterdam aan het wandelen. Er zo mooi uitziet altijd. Kijk, er is gewoon niemand op straat. En mijn plan was om naar huis te gaan, maar ik ga nu even naar de Mediamarkt. Omdat ik al maanden geen televisie heb. En ja, dat bestel je toch niet zomaar even op Bol of zo, zonder enig idee. Dus ik ga het even checken en hopelijk kan ik dat straks weer lekker toegeven aan mijn serieverslavingen. En Jordi komt ook die kant op. Dan ga ik daarna denk ik iets lekkers voor hem koken. Guys, het is weer een nieuwe week, dus ik ga de vlog even afsluiten. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie snel weer te zien. Video's komen nu ook vaak op vrijdag online. En ik ga een hele toffe week tegemoet. En ik neem jullie natuurlijk mee.